Mijn naam is Alice. Ik woon in de buurt van Wim. Ik heb 2 kinderen met een tumor in de hersenen. Allebei op de oogzenuw. En als je dat hoort, dan start gewoon je hele leven in elkaar eigenlijk. Je leeft in een roes. Maar tegelijkertijd, ik ben wel iemand die gaat gelijk kijken. Wat kan ik doen om mijn kinderen zo goed mogelijk de chemotherapie door te laten gaan? Ik woon hier op 3 minuten vandaan. Ik denk van, nou, ik spreek hem gewoon een keertje aan. En toen kwam hij naar buiten en hij zegt van, ik loop met je mee, kom maar mee. En eigenlijk werd gewoon met open armen ontvangen. Dit raakt me, zegt hij. En dit doet mij heel veel. En ik ga jou en je kinderen helpen. Ze gaan hier sterker van worden. We gaan hier wat mee doen. En sindsdien ga ik met mijn kinderen het koude water in. En ik moet zeggen dat ze het supergoed doen. Moet je dan? Ja, goed in. Wat? En nog een keer. Als je kinderen dit meemaken, als moeder zijnde en ook als vader zijnde, wij willen er gewoon alles aan doen om die kinderen goed de chemo door te laten gaan. Daarin speelt voeding een hele belangrijke rol, maar ik weet zeker, de ademhalingsoefeningen en de koudwatertechniek, het doet gewoon zoveel voor die kinderen. Zoveel. Wat goed. Adem met je heen. Doe je ademhalingoefening eens. Ietsje zakken en dan gaan we tot 10 tellen. Het is natuurlijk ook spannend, hè? Je gaat koude water in met een kind en wat doet dat? We praten nu over kanker, maar ik denk dat het voor zoveel andere kinderen ook gewoon goed is om het koude water in te gaan. Ga ontdekken, ga spelen met ze, doe het op spelende wijze. Al is het alleen maar eventjes ze nat spetteren als je over het strand loopt of langs een meertje loopt. Het is zo goed voor je immuunsysteem, het maakt je zo sterk. Dat het is eigenlijk voor elk kind is het goed. Laat eens zien wat je kan. Ben jij het, Sasha? 1, 2, 3. Hey! Heb jij een filmpje, mama? Allebei hebben ze nog een tumor. Mijn zoontje zijn we een half jaar geleden achtergekomen. Eigenlijk had hij altijd al last van slecht zien. En dat speelde eigenlijk al 1 jaar tot 1,5 jaar. Uiteindelijk hadden we dus de MRI-scan en toen kregen we eigenlijk 1 week later het bericht dat hij een tumor van 8 centimeter had op zijn oogzenuw. En dat beknelde dus zijn oog, waardoor hij dus niet goed ziet. Hij ziet met 1 oog is hij blind en met het andere oog ziet hij nog maar 5%. En hij krijgt nu sinds augustus elke week chemo. En sinds januari krijgt hij een dubbele chemo, omdat ze nog geen verbetering zagen. En toen zijn we eigenlijk actiever begonnen met het koude water. Bijna elke dag. En ook de ademhalingsoefeningen erbij. Nou, en die bloedwaardes die schieten gewoon omhoog. En ook hij geeft zelf aan, mijn zicht wordt zelfs al beter. En toen hadden we in januari dus de MRI-scan. En toen was er dus al 1 centimeter rondom geslonken. Toen zeiden ze al van, dit hadden wij nooit verwacht en nooit kunnen dromen zelfs. Bij Jane, die heeft dan ook een MRI-scan gehad. En daar hebben ze ook een tumor gevonden op het oogzenuw en rondom de hypothalamus. En dat heeft zich gewoon iets verspreid, maar het is bij haar nog in een veel lichtere vorm als mijn zoontje. Mijn zoontje ziet heel weinig, nog maar 5%, maar mijn dochter ziet eigenlijk in de verte niet veel. Maar van dichtbij kan zij alles nog gewoon zien. Wat ben je? We zijn er bij haar heel vroeg bij. En zij is nu sinds maart gestart met chemotherapie. Omdat het anders ook zo ver kan komen als bij mijn zoontje. Ja, en dat is niet wat je wil natuurlijk. Ik denk een maandje geleden was ze ziek, had ze de griep. Gewoon de normale griep wat iedereen wel eens heeft. En toen eigenlijk wilden we niet met Jane het koude water in. Ging ik al met Jace. Maar ik denk, nou, nu moet ik ook met Jane gaan. Want nu wordt ze ziek van de chemo. Dat was mijn eerste gedachte. En toen heb ik aan Wim gevraagd van, goh Wim, kan ik ook met Jane gaan? Ja, zegt hij, kom maar begin gewoon met die ademhalingsoefeningen. Ga die gewoon heel goed doen. En als de koorts vrij is, mag ze het water in. Nou, dat hebben we zo gedaan, onder begeleiding van Wim. En 2 weken later kreeg ze de chemo weer. Bloedwaardes getest, die waren gewoon vertienvoudigd. Ja, weet je, en toen wist ik eigenlijk genoeg. Ik denk, nou, hier moet ik gewoon mee doorgaan. Dit is gewoon het bewijs. Want bloed liegt niet. Als ik zie hoe hun de chemo doorgaan en als ik het hoor
In het ziekenhuis zijn de oncologen gewoon ook verbaasd van wat gebeurt hier. En hoe kan het dat deze kinderen geen medicijnen hoeven te slikken voor de bijwerkingen? Hoe kan het dat deze kinderen de bloedwaardes zo hoog, zo goed blijven? Hoe kan het dat deze kinderen bijna geen last hebben van en welke bijwerking dan ook? Die ademhalingsoefeningen, die zijn gewoon ook geweldig. Je ziet gewoon wat voor rust dat kan brengen voor je kind ook. De ademhalingsoefening doen we echt elke dag. En die hebben we opgebouwd van 1 ronde naar, we zitten nu op 4 rondes van 30 seconden. En ja, ik probeer hem uit te bouwen, maar het zijn wel kinderen, dus het is gewoon kijken hoe dat gaat. Kijk, ik let gewoon op wat hun kunnen, wat hun willen. En het water gaan we 5 keer in de week in. Ik voelde eigenlijk gewoon, toen ik met mijn kinderen hiermee begon, had ik zoiets van, dit moeten meerdere kinderen weten. En eigenlijk zou ik gewoon dit willen delen met zoveel kinderen, met ouders die zieke kinderen hebben. Zodat ze gewoon weten van, goh, mijn kind hoeft niet alleen maar ziek, zwak en misselijk te zijn. Maar dat je gewoon ook op een andere manier kunt aanpakken. En ik wens het gewoon veel kinderen toe dat ze zich ook beter gaan voelen. Dat ze sterker die chemo doorgaan. Goed zo! Goeie Jay, goed gedaan! Goed zo, als een vis in het water!